Ja, welkom allemaal. Goeie avond. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Dat tekent jullie betrokkenheid helemaal na zo'n seizoen. We gaan een live Q&A doen en dat doen we vooral in deze zaal. Jullie hebben allemaal ook vragen in kunnen sturen. Dat kunnen mensen online ook doen. Maar we vinden het belangrijk dat jullie vooral de dialoog kunnen voeren met Wouter en eventueel met mij. Dus we willen graag dat jullie de vragen gaan stellen. Daarvoor moeten we wel een aantal kleine spelregels even doornemen. Zorg ervoor dat je vraag kort en bondig is, zodat ook de andere supporters die in deze zaal zijn, en ja, jullie zijn met een grote groep, dat die ook een vraag kunnen stellen. Dus zorg ervoor dat die vraag kort en bondig is. Achter in de zaal staat Richard, mijn collega. Die gaat met de microfoon rond. En dan zullen we zoveel mogelijk vragen in elk geval gaan beantwoorden. Wouter, om even te beginnen. Welkom, mooi dat je er bent. Ja. Hoe is het met je? Lang nadenken. Ja, ik heb me wel eens beter gevoeld. Even los van hier, ook waarom we hier zitten. De degradatie met een gevoel van schaamte, wat je geen plekje kan geven. Wat je uiteindelijk ook, wat ik in ieder geval ook zelf fysiek merk, dat je moe bent. Wat je weet, helaas ook wat vervelende privéomstandigheden thuis. Dus al die combi van al die drie dingen zorgen daar wel voor dat ik wel eens beter in mijn vel heb gezeten. Laten we het maar daarbij houden. Wat is het doel van deze avond, in jouw ogen? Nou, we hebben met elkaar afgesproken dat we zo open als maar zijn kan alle vragen willen gaan beantwoorden. Omdat we heel goed begrijpen dat er frustraties, irritaties, vragen zijn bij mensen die ons door dik en dun steunen. En in goede tijden doe je een Q&A en dus ook in hele slechte tijden. En dat hebben we gedaan met onze eigen collega's, dat hebben we gedaan met sponsors, dat hebben we gisteravond ook gedaan met vrijwilligers. En dat willen we ook zeker graag doen met onze supporters. Dus daar is deze avond voor. Laten we daarmee gaan beginnen. Richard staat een beetje achterin. Als je achterin een vraag hebt, mag je wel even je hand op gaan steken. Dat mag dus echt van alles zijn. Dit mag over voetbal gaan, over veiligheid waar we mee te maken hebben de afgelopen weken. Zeg het maar, heeft iemand een vraag? Dan mag je even de hand in de lucht steken. Nu. Achter naar voren gaan werken, ja. Zodat iedereen een beetje aan de beurt kan komen. Dus ik sta inderdaad achterin en als hier in deze hoek iemand een vraag heeft, even de hand omhoog en dan kan die vraag gesteld worden. Dan gaan we eerst hier even verder. Anders loop ik ondertussen een stukje naar voren. Richard, heel lullig, maar hiervoor steekt iemand zijn hand op. Hier ook. Hier ook. Ik heb geen microfoon nodig. Dus dat is helemaal goed. Ik ben Gerard van der Kabel, zo'n jaar of 50, 60 support. Ik heb één vraagje. Namelijk, wat ik zo jammer vind, is dat nu alweer in de pers is dat we een spits gaan krijgen. Misschien. Alleen denk ik van, ja, straks zaten weer iemand op, RKC, die zei, oh, wij betalen even iets meer, dan mag je Eredivisie spelen. Dat vind ik zo jammer. Waarom zitten die lekken ergens in de pers? Dat is mijn vraag. Want ik zou het leuk vinden als die man kwam. Ik heb hem gevolgd toen hij nog bij PSV speelde, kun je nagaan. Ja, daar komt hij uit de jeugd inderdaad vandaan. Ja. Nou, wij hebben het liefst ook dat het zo stil als mogelijk blijft. We hebben ook te maken met media. En media moet ook nieuws brengen. En soms komt het wel eens voor dat vanuit onze organisatie iemand lekt of zijn mond voorbij praat. Maar uiteindelijk als je een transfer gaat doen, dan heb je een speler waarmee je praat. Die speler heeft vaak een agent. Nou, als die niet transfervrij is, heb je ook nog te maken met een... Met een club waarvan je moet kopen. En al die partijen zouden ook belang kunnen hebben soms dat het wel eens uitlekt. Het komt ook wel eens voor dat we alles stilhouden en dat we iemand al hier hebben. Maar dat dan bijvoorbeeld op de keuring of in het ziekenhuis iemand gespot wordt. En dan ligt het op straat. En in dit geval is het ook fijn dat dat zo stil als mogelijk was gebleven. Want het klopt inderdaad. En dan gaan we een nieuwtje weggeven dat wij dat inderdaad graag willen, ja. Ja. En dan ga ik voor de mensen die nu denken, waar gaat dit over? Het gaat volgens mij over Kevin van Veen, maar de meeste mensen wisten dat waarschijnlijk wel. Richard, jij staat achterin. Volgende vraag. Ja, en ik heb hier een sporter gevonden met een vraag. Ik ben Gerard Sanners. Ik ben in 1959 voor het eerst in het Oosterparkstadion geweest. En ik zit er nou nog, behalve niet in het Oosterparkstadion, maar in de Euroborg. Waar ik me ontzettend aan geërgerd heb, is de opstelling van de gemeente, met name de burgemeester en een aantal wethouders, die menen op de plaats van het bestuur te gaan zitten en zich ermee te bemoeien. Wordt dat geaccepteerd door meneer Gudde?
Nou, ik denk dat dat enige nuance heeft. Hè. Wat vervelend is, is dat er, en dat hebben we wel uitgesproken, dat er dingen in de krant verschijnen die ook vanuit die kant wel eens gelekt worden of gesuggereerd worden. En het is wel goed om te weten dat uiteindelijk in Nederland het zo is georganiseerd dat de burgemeester van de stad uiteindelijk de vergunning geeft om te mogen voetballen. Dus uiteindelijk op het moment dat je dat het gaat over openbare veiligheid, dan is uiteindelijk de baas, de burgemeester, heel simpel. Als hij zegt, we gaan hier niet voetballen met publiek, of we gaan helemaal niet voetballen, want ik geef daar de vergunning niet voor, dan kunnen wij hoog of laag springen. Dan kunnen wij heel boos worden. Maar als hij geen handtekening onder die vergunning zet, dan komen we daar niet. Ik denk uiteindelijk dat we hier een gezamenlijk probleem hebben. Kan FC Groningen wat dingen beter doen? Ja, wij kunnen zeker ook nog dingen beter doen. Dat zijn kleine maatregelen, maar het zullen ook wat grotere maatregelen kunnen zijn. Maar ik denk wel dat we moeten praten van een gezamenlijk probleem. Zeker als ik kijk naar de wedstrijd tegen Ajax. Dat probleem speelt zich denk ik niet alleen af binnen het voetbalstadion van FC Groningen. Dat is ook een probleem wat de gemeente Groningen, misschien wat de provincie Groningen heeft. Dus dat zullen we gezamenlijk op moeten pakken. Dus je hoeft niet bang te zijn dat we onze stem niet laten horen, dat we ons niet in discussie mengen. Alleen ik denk wel dat het goed is om te weten dat zo de regels in Nederland nou eenmaal zijn opgesteld. Voldoende, meneer? Dank u wel. Iemand achterin de zaal. Ik zie nu ineens heel veel handen. Mooi. Goedenavond. Goedenavond. Ik had een vraag over de begroting voor volgend seizoen. Is FC Groningen bereid om voor volgend seizoen een fors begrotingstekort te riskeren om binnen één seizoen terug te keren in de Eredivisie? Dat was hem. Het antwoord daarop is ja. Dus we zullen gaan werken met, er zijn nog even de grove cijfers, ongeveer 16 miljoen inkomsten. En uiteindelijk een veel groter tekort van rond de 6, 7 miljoen euro. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat we eigenlijk met de eredivisiebegroting een risico gaan nemen, omdat we per se in één keer terug willen. Dank u wel. Er was nog een hand. Ja, goedenavond, Jorik Schotten. Ik heb ook een vraag, want een paar jaar geleden, begin corona, stond de club er wat betreft de supporters, stad en omland goed op. Laat ons weer eens samen juichen, Robben kwam terug, nou, euforie alom. En ik denk de heer Gudde, maar zeker ook zijn voorganger, de heer Nijland, die had een mond vol van volksclub FC Groningen. Daar zie ik nu verdraaid weinig van terug. En ik ben wel benieuwd hoe jullie als club zijnde, wat voor ideeën jullie hebben om weer de regio in te gaan, stad en onderland in, om ervoor te zorgen dat iedereen die hier zit, die zal ongetwijfeld een seizoenkaart gaan kopen, maar ook die andere 19.000 mensen er weer bij te betrekken. En wat voor concrete plannen jullie daarvoor hebben, ook met de seizoenkaartcampagne en dergelijke. Ja, een brede vraag. Ik denk eerst dat ik vind dat je gelijk hebt. Uiteindelijk hebben we, en daar zit ook mijn gevoel van schaamte in, vertrouwen ook van supporters beschaamd dit jaar, want de steun tot en met de laatste wedstrijd is altijd door dik en dun geweest. Het is niet dat we gestopt zijn met overleggen met alle supportersgeledingen. Ik heb de vraag ook daarin gelezen. En ook de campagne zeg maar, die de aankomende maand gestart zal gaan worden, die zal altijd in overleg zijn geweest met alle supportersgeledingen. En daar kan iedereen weer zijn steentje aan bijdragen. Maar ik begrijp ook heel goed dat wij vertrouwen moeten winnen. En vertrouwen win je door uiteindelijk, denk ik, ook mensen op plekken te zetten waar je vertrouwen in krijgt. Ik denk dat het vertrouwen groot is in onze nieuwe trainer. Ik denk dat het vertrouwen groot is in Henk Veldmaten. Ik denk ook dat het vertrouwen groter wordt als wij spelers gaan presenteren waar uiteindelijk de achterban zich mee kan identificeren. Maar ik denk dat vertrouwen het meeste teruggewonnen wordt als wij hier wedstrijden gaan spelen in de Euroborg die sfeervol is, die wij winnen. Waardoor je vertrouwen krijgt uiteindelijk in het hele plaatje wat we gaan wegzetten. Het betekent dat wij niet zichtbaar zullen zijn, of wij niet actief de boer op gaan, of wij niet actief gaan communiceren om uiteindelijk de club gaan helpen. Zeker wel. Alleen wij vinden nu nog steeds dat wij deze week in de periode zitten van evalueren, zo open mogelijk proberen alle antwoorden te beantwoorden, een streep eronder zetten. En vanaf volgende week zullen wij ook zeker met nieuws gaan komen waarvan wij hopen dat jullie heel veel vertrouwen gaan krijgen. Ja, dankjewel. Nog meer iemand achterin hier met een vraag. Mijn naam is Marco van der Broek. Voor mij zijn er, net zoals velen hier, heel veel dieptepunten geweest. Eén dieptepunt vond ik persoonlijk gebruik van de woorden hersenloze imbecil. Ik maak me daar nog kwaad over als ik dat weer teruglees op YouTube. Hoe kijkt u terug op het gebruik van die woorden, die u natuurlijk wel in een emotionele bui heeft gebruikt, maar
ja, die u wel heeft gebruikt als algemeen directeur van deze club? Deze vraag die had ik niet verwacht. Ik ga eerlijk zijn, ik vind en vond dat nog steeds van die persoon die dat heeft gedaan. Alleen als ik zeg maar mezelf wat wil beschermen, had ik beter andere woorden kunnen gebruiken. Omdat ik inderdaad nu blijkbaar al bij u en waarschijnlijk bij andere mensen ook de verkeerde snaar heb geraakt. Alleen de actie om uiteindelijk een eigen speler te slaan, ja, daar wilde je kracht aan toevoegen. Daar had ik andere woorden voor kunnen gaan kiezen. Alleen neem niet weg dat ik dat wel echt verafschuw wat daar is gebeurd. Iemand anders een vraag? Ja. Mijn naam is Martin Woltman. En ik was even benieuwd wat jullie verdere ambities zijn voor de komende jaren met oog op meisjes- en vrouwenvoetbal binnen de FC. Nou, net zoals vele ambities zullen die ongewijzigd blijven. Wij hebben natuurlijk een positionering en een beleidsplan gelanceerd. Daar kunnen we nu met z'n allen grapjes over maken, zeker over de titel. Want als we het willen halen, moeten we twee keer samen naar de grote markt gaan bewerkstelligen. Maar een belangrijk onderdeel daarvan is uiteindelijk ook dat wij iedereen aan bewegen willen krijgen. En als je iedereen aan bewegen wil krijgen, moet je zowel voor jongens als voor meisjes, als voor mannen als voor vrouwen, moet je rolmodellen creëren. Dus vrouwenvoetbal, meidenvoetbal is daarin een essentiële ontwikkeling voor ons. En dat hebben we denk ik ook de afgelopen weken laten zien. Dat we ondanks de moeilijke financiële positie waar we in zitten, vanuit de trainingsgroep onder 13, onder 14, volgend jaar gaan beginnen met een onder 16 elftal. Het eerste meisjeselftal wat ook echt in competitieverband voor de FC gaat spelen. Ik denk dat dat hartstikke mooi is. En uiteindelijk moeten we het jaar daarna, als dat past, hè, want we hebben ook een behoorlijke capaciteitsuitdaging, maar als dat past, ook toe gaan werken naar een belofte elftal. En uiteindelijk is de droom natuurlijk dat hier ook meiden en vrouwen in de Euroborg betaald voetbal gaan spelen. Daar willen we wel naartoe werken. Ja. Dus die blijft onveranderd, die ambitie. Ik wil hier wel even op inhaken, Wouter. Op den duur ging het ook rond dat het een licentie-eis zou worden vanuit de KNVB. Wat is daar precies het plan van? Nou, dat is nog niet concreet. Alleen vaak lopen wij in Nederland als het gaat om licentie-eisen niet voorop. En je ziet bijvoorbeeld in het buitenland, om ons heen, in Duitsland en uit mijn hoofd ook in Frankrijk, dat het daar bijvoorbeeld al wel naar een verplichting toe gaat. Ik weet niet of dat voor ons nodig is, ze hoeven niet verplicht. Het is uiteindelijk gewoon ook uit de kracht. We zijn de enige club in deze stad, betaald voetbal, de enige club in de provincie. Dus je moet ook meiden een platform kunnen bieden dat zij ook kunnen dromen om betaald voetbal te spelen of zelfs hoger het Nederlands elftal te kunnen gaan halen. Daar moeten wij gewoon onze verantwoordelijkheid in nemen. Goed, iemand achterin hier. Nog een vraag, anders ga ik langzaam richting voren. Tafeltje verder, hier mensen met een vraag. Niet? Handen, als er iemand is met een vraag, dan ja. Hallo, ik ben Sean Schuren, goeiedag. Ik heb mij verschrikkelijk doodgeërgerd aan de hele zaak FC Groningen, van links naar rechts. En je hebt kunnen zien dat er een aanloop heeft gehad van, ik denk wel 5-6 jaar. Het is niet van de laatste 2-3 jaar alleen, maar van de laatste 5-6 jaar. En de stroomversnelling is het laatste jaar geweest in feite. Iedereen zag het aankomen, zeker alle oud-supporters die al jaren meelopen, en ik loop mee vanaf 1959, hebben te zien aankomen, hebben gewaarschuwd. Proberen in gesprek te komen met diverse mensen. En het enige wat wij uiteindelijk gezien hebben is een directie die gefaald heeft. Een RVC die gefaald heeft. En dezezelfde mensen zitten nou bij elkaar zich te schamen en zich uiten naar ons toe met excuses. En ik moet het vertrouwen zo meteen hebben van diezelfde mensen die er zo'n gigantische puinhoop van hebben gemaakt. Hoe kunt u mij daarmee overtuigen dat ik zeg van, meneer Gudde en anderen, u niet alleen, heb vertrouwen in mij. Want het zijn alleen woorden. Maar de daden die ik gezien heb van de laatste jaren is triest. Dat is het enige.
Ja, dus de vraag is even terug van hoe krijg je inderdaad weer vertrouwen in mij. Maar volgens mij gaat het niet om mij, maar uiteindelijk waar de club naartoe gaat. Ik denk dat dat belangrijker is. Ik snap dat het nu alleen maar woorden zijn. Ook wat ik nu ga zeggen zijn alleen maar woorden. Want ik kan niet altijd daar nu al gelijk daden aan toevoegen. Dat wij gefaald hebben, dat klopt ook. Daar ben ik het ook mee eens. Want uiteindelijk als je met deze club degradeert... en ik wil niet de laatste 5-6 jaar erbij betrekken. Ik ben hier ook nog geen 5-6 jaar, maar het gaat voor mij nu even om dit jaar. Dan geef ik je daar gelijk in. Ik heb ook altijd gezegd op het moment dat er afgerekend moet worden... dan snap ik ook heel goed als dat om mij zou gaan. Alleen ik denk wel, maar dat is het vertrouwen wat ik heb... dat de oplossing zoals wij er nu naar kijken... en ik denk dat de meeste frustratie bij iedereen zit... in gewoon de sportieve prestaties die heel en heel slecht zijn geweest. Dat hoe we dat namen nu gaan doen, hoe we kijken naar hoe we het elftal in gaan richten... hoe we kijken naar de manier van werken... en dan met name de mensen die ik net noemde, met Henk Veldmaten, met Dick Lukien... waar ik natuurlijk al 3-4 maanden op de achtergrond... en met Henk zelfs al een stukje langer mee bezig ben om te kijken hoe we dat kunnen gaan doen. Ik al verder ben dat wij weten op welke posities ons willen versterken... dat wij weten hoe we gaan voetballen, dat wij weten hoe we gaan werken alleen voor u... Ja, zijn dat allemaal woorden en heeft u niks gezien? Dan zult u moeten wachten tot de voorbereiding of misschien tot de competitie. En dan zal het vertrouwen nog heel laag zijn. En ik snap ook heel goed dat als wij een hele slechte seizoenstart maken... ondanks dat er veel gewisseld moet worden, dat het vertrouwen niet groter zal worden. Dus ja, dat is, ik kan u niks anders beloven dan dat ik er vertrouwen in heb... maar dat u in mij wat minder vertrouwen hebt, dat snap ik ook. Maar ik denk dat de juiste mensen op de juiste plek... mensen die ook volgens mij de taal van deze club goed begrijpen... Dat daar in ieder geval mijn vertrouwen op gesteld is. Sjoerd-Jan? Je hebt het over vertrouwen met goede mensen die nu bij de club komen. Veldmaten, Lukien. Begin dit seizoen, en misschien heel flauw, was Wormoed ook de man. En was Vlederes een hele goede technisch directeur. En we zitten nu... op een plek waar we dus gezien hebben dat het gewoon niet dat geweest is. Wat is er nu anders waaruit jij zegt van... goh, ik heb hier op een andere manier meer vertrouwen in... als aan het begin van dit seizoen? Ook terechte vraag, Sjoerd-Jan, want dat had ik ook zeker. En heb ik ook lang gehouden. Mag je hem ook op aanspreken? Ik haal het vertrouwen met name uit het feit dat we op dit moment anders georganiseerd waren. Hè. Wat ik ook al vaak heb aangegeven, mag je mij ook allemaal verwijten. Wij hebben samengewerkt op een manier waarin je met elkaar de kaders afspreekt. En uiteindelijk laat je mensen daarin ruimte. Je geeft je ruimte om uiteindelijk dingen af te handelen. Kan je daarin fouten maken? Zeker. Zeker ook bij mij, die maak ik ook genoeg. Kan je allemaal wat van vinden, maar heb ik gedaan. Uiteindelijk, wat voor mij heel dom is geweest... is dat ik de afstand heb gehouden van uiteindelijk hetgeen wat het belangrijkste is van een voetbalclub. En dat zijn de sportieve prestaties. Dus hoe we dat nu organiseren, is wij noemen dat een compositieoverleg. Daar zitten 5 mensen aan tafel. Wes Beuving samen met Henk Veldmaten vanuit scouting. Dick Lukien als trainer. Art Langeler vanuit ook het opleidingperspectief. En ik zit dat voor. En wij kijken gezamenlijk week in, week uit naar die selectie. Hoe zit dat in elkaar? Het voordeel daarvan is, je krijgt 5 meningen. Het zijn ook 5 totaal verschillende meningen. De trainer staat dag in dag uit met ze op het veld. Kent de jongens door en door. Scouting kent de markt. Daar zit iemand bij die jongens op een andere manier kijkt. En er zit iemand bij die super ervaren is met een geweldig netwerk. De opleiding is volgens vertegenwoordigd. Want ook daar lopen nog steeds heel veel goede talenten bij. Het enige wat ik moet doen is volgens mij goed luisteren. En op het moment dat er ergens informatie uit voortkomt dat we of een contract moeten verlengen of een speler moeten gaan halen op een bepaalde plek waar iedereen het mee eens is. Dat ik ervoor ga zorgen dat we inderdaad die spits of die andere positie binnen gaan halen. Maar ik denk doordat we het op die manier gaan doen dat we daardoor veel succesvoller en veel betere besluiten kunnen gaan nemen. Maar ook dat zijn, daar ga ik met John mee, woorden die ik helaas nog niet kan waarmaken met daden. Maar daar geloof ik wel in. Iemand nog hier in deze omgeving? Ja. Goedenavond. Dag, mijn naam is Koos de Roo. Ik ben ongeveer 7 jaar nu seizoenkaarthouder. En ik heb me inderdaad niet verwend gevoeld in die afgelopen 7 jaar. Ik was eerst samen met een buurman en die heeft het opgegeven. Ik ben alleen gebleven
zat hij iedere week of iedere 14 dagen te kijken. En het werd minder en minder. En in de loop van dit jaar heb ik me ontzettend verbaasd over het feit dat en Wormoed wegging en Flederis wegging. En ik heb even een klein lijstje gemaakt. De volgende spelers. De Wierik, De Leeuw, Van Kaam, Casamirio, Dammers. Dat zijn allemaal mensen die hun plek in een andere Eredivisieclub hebben gevonden. En wij kregen een andere. En die waren niet beter. Kun je daar nog iets over zeggen? Ja, dat is ook een hele uitgebreide vraag. Want het gaat en over spelers en over de trainers. We hebben dat vandaag ook geprobeerd uit te leggen in de interviews. Uiteindelijk dachten wij, wat Sjoerd dan ook zei, dat wij met Frank een trainer binnenhaalden met een duidelijke voetbalvisie. Die we uiteindelijk vanuit die visie ook spelers en de hele manier van spelen kon ontwikkelen. Nou, uiteindelijk het grootste probleem daarin, dan vat ik het even kort samen, is dat het uiteindelijk geen draagvlak heeft gevonden bij spelers en staf. Maar dat was niet het enige probleem, het was uiteindelijk ook de selectie. Ik ga ook volledig mee dat uiteindelijk als je die namen opnoemt, dat het niet allemaal basisspelers bij ons zijn geweest, ben ik ook mee eens. Dat ze spelen niet allemaal bij een andere eredivisieclub, maar zijn weggegaan. Maar je moet vooral kijken naar wat voor jongens zijn dat geweest, die uiteindelijk misschien wel een invloed hadden kunnen hebben nog in de groep. En wat hebben ervoor teruggekregen. En als je dan de evaluatie opmaakt, ja, dan is dat uiteindelijk niet beter geworden. Hadden we wel de hoop op, maar het is niet de waarheid. En ik weet dat ik dat dan in herhaling ga vallen. Maar ook dat is dus niet goed gegaan. En die combinatie samen, die heeft er met name voor gezorgd dat we in grote problemen zijn gekomen. Het is zo'n schraal antwoord en ik snap het helemaal. Ja. Maar ondertussen zitten we wel met gebakken peren daar op het groene veld. Nee, dat is terecht. Dat klopt. Iemand nog, ja. Ja, mijn naam is Cor de Bode. Mijn vraag is eigenlijk heel kort. Waarom zit er niemand van de Raad van Commissarissen? Nou, die vraag had ik ook wel verwacht. Uiteindelijk doen we alle Q&A's met de directie. Ik snap ook heel goed dat er misschien vragen zijn voor de RwC. Ik kan die zo goed als mogelijk proberen te beantwoorden. Maar wat ik het mooie vind vanuit deze club, althans zoals ik het heb meegemaakt, is dat wij onder andere met ons FC Groningen het voor elkaar hebben gekregen dat supporterszaken een plek hebben binnen de RwC. Dus mocht die behoefte er zijn om daar in de RwC te spreken in zo'n setting of in een andere setting, dan kan dat denk ik via de voorzitter van ons Groningen. Volgens mij staat hij daar achterin. Bas Schraag is aangesteld als RwC-lid. En dan zou jullie ook zo'n setting op kunnen zetten met de RwC. Maar wij hebben er nu voor gekozen om het met de directie te doen, omdat we dat eigenlijk altijd zo hebben gedaan. Ja, mijn vraag is dan wel, op welke manier legt de Raad van Commissarissen verantwoording af voor het afgelopen jaar, naar de supporters? Naar de supporters toe? Nou ja, zo probeer ik, dat probeer ik uit te leggen, wij zijn zo georganiseerd dat uiteindelijk de vragen via ons Groningen, waar alle supportersgeledingen in vertegenwoordigd zijn, die kunnen bij de RwC worden neergelegd via Bas Schragen, want die is uiteindelijk in gezamenlijkheid aangesteld. En de RwC, voor zover daarover praten, over verantwoordelijkheid afleggen. We hebben daarboven nog een stichtingbestuur zitten. Die beheert onder andere de aandelen van de club, maar stelt ook de RwC-leden aan. Dus ja, die zullen uiteindelijk, als u daar ook een evaluatie wil of wat dan ook, zou u ook uw vragen nog daaraan kunnen richten. Iemand nog hier voorin? Ja, mevrouw. Ja, hier ook nog iets. Hoe gaan jullie onze veiligheid volgend jaar waarborgen? Tegen Ajax zagen wij dat het misging, 2 keer toe. Niemand greep in. Wij zien helemaal geen blauw of wat dan ook voorstaan. Wij zien een doek, er gebeurt niks. Hele stadion schreeuwt, maar jullie zien niks, doen niks. Hoe kan dat? Ja. Het is niet dat we niks zien en niks doen. Nee, we hebben niks gedaan inderdaad daar. En dat is de keuze die we hebben gemaakt. Hoe dat werkt is uiteindelijk politie, gemeente en de club zitten boven in de commandokamer. Dan moet er een inschatting worden gemaakt. Wat we hadden kunnen doen is, we hadden het hele beveiligingsteam of de ME of de politie erop af kunnen sturen. Maar de inschatting die wij hebben gemaakt, en dat kan je goed of fout vinden, is dat op het moment dat we dat hadden gedaan, dat het een massale vechtpartij op de tribune was geworden. Met waarschijnlijk, denken wij, grotere gevolgen als het gaat om imagoschade, gewonden, noem maar op. Zij hebben bewust volgens ons de intentie gehad om uiteindelijk die wedstrijd te schaden.
en te laten staken. En daar kan ik ook goed begrijpen dat het gevoel van onveiligheid daar vandaan komt. Dat moeten wij gaan oplossen. Nou, dat gaan wij nu doen door onder andere dat wij al zelf bezig waren met een veel uitgebreider plan over onze veiligheidsorganisatie versterken. We hebben vorige week opdracht gegeven voor een veel uitgebreider camerasysteem. De hele netconstructie gaat onderzocht worden. Dat is hier moeilijker dan in andere stadions, omdat het een vluchtroute is. Dus als wij een net ophangen, dan krijgen we weer geen vergunning van de brandweer. Want je moet uiteindelijk het veld op kunnen vluchten. Hangen we het aan het dak op, weten we niet of de constructie dat aan kan. Dus dat konden we niet in 1, 2, 3 weken realiseren. Gaan we naar kijken. We gaan met de gemeente Groningen, wordt er een onafhankelijk onderzoek gestart. Ook daar geven we deze week de opdracht voor. Proberen we binnen 4 tot 6, 7 weken af te ronden, zodat we ruim voor het seizoen ook de aanbevelingen daarvan kunnen gaan doorvoeren in het stadion. Die zullen zich met name gaan richten op de toegangscontrole. Hoe we zoveel als mogelijk de mensen die we stadionverboden geven, die zich misdragen, zo lang als mogelijk uit het stadion kunnen halen. Aan de huisregels aanpassen. Dus er zullen zwaardere stadionverboden, hogere boetes op het gooien van voorwerpen en op het betreden van veld komen. En zo proberen wij dat te gaan waarborgen. Maar het belangrijkste is dat we daar in gezamenlijkheid met de driehoek gaan optrekken. En dat het gevoel van onveiligheid er nu is, dat snap ik. Alleen met alles wat we gaan doen, heb ik wel het gevoel dat dat veiliger gaat worden. En wat ook altijd helpt, vindt de burgemeester niet altijd leuk als ik dat zeg, is als we ook gewoon wat wedstrijden winnen. Ja, zeker. Maar daar moet het, volgens mij moeten daar gewoon andere maatregelen voor. Ik bedoel, dan investeer maar in blauw, huur mensen in, pompt er maar geld in. Maar we moeten ons niet bang laten. We moeten niet bang worden voor die mensen. Nee, dus dat ben ik met je eens. Dat moeten we oplossen uiteindelijk als zulke dingen gebeuren. Dan moet je ingrijpen. Maar de gevolgen daarvan was, dus ja, stel je voor, wij gooien de ME erop en we sturen de ME het stadion in. Dat kan. Ja, dan is er dus ook een kans dat je een vechtpartij van 100 tegen 100 krijgt met allemaal gewonden. Ja, alleen dan kunnen ze ook op een ander plekje in het stadion gaan zitten. We hebben tegen NEC gezien dat, en nogmaals, ander verhaal, kan je niet met elkaar vergelijken, maar dat er een beker werd gegooid van de lange zijde. Op dit moment is het in Nederland zo georganiseerd dat als Frank en ik naar het stadion willen, en Frank heeft een seizoenkaart en ik een stadionverbod, dan kan Frank een kaartje kopen, die kan die aan mij geven. Dus wij moeten de toegangscontrole versterken. En dan is het alleen zo, stel ik heb een stadionverbod bij Groningen, dan zouden wij alle stewards een lijst met de 117 stadionverboden kunnen geven, met de hoofden erop, kunnen we alles kijken. Maar je hebt ook nog stadionverboden in Eindhoven, in Amsterdam, in Rotterdam. Dus als je dat allemaal bij elkaar optelt, ja, is dat ondoenlijk. Daar moet je een systeem voor gaan verzinnen. Dat moet landelijk worden aangepakt. Zou een meldplicht in kunnen helpen? Zou een soort geavanceerde toegangscontrole in kunnen gaan helpen? Dus we willen dat ook echt wel en we proberen dat ook echt wel. Want ook wij willen die wappies, zoals jij dat zegt, niet in het stadion hebben. Daar heb je helemaal gelijk in. Alleen het is wel moeilijker dan alleen erop losslaan of ervoor zorgen dat we nog meer blauw voor het stadion zetten. Dat probeer ik aan te geven. Iemand hier nog? Ja. Ja, hoi Wouter. Luid hebben storing gehad. Ik heb vanmiddag de podcast geluisterd, dat was van VI Pro, dat ging over FC Twente. Die hebben natuurlijk ook een heel diep dal meegemaakt, waarbij er zelfs 95 tot 100 miljoen schuld was. En die hebben toch uiteindelijk in een jaar of 4, 5 de club er weer fantastisch bovenop geholpen. En hebben nu een situatie dat ze toch eigenlijk redelijk permanent 4e, 5e staan. En dat ze waarschijnlijk een goede kans hebben om zelfs Europees voetbal te halen. Dus laten we vooral niet al te negatief blijven en zijn. Ik zou toch vooral je dat soort dingen aanraden. Daar was toch uiteindelijk een paar goede mensen die het hebben opgepakt. En wat dat betreft heb ik toch ook nog wel het volste vertrouwen in de mensen die jij net hebt opgenoemd. Waar ik me wel grote zorgen over maak, is inderdaad die veiligheid, wat mevrouw hier net ook aangeeft. En het is toch onbestaanbaar dat jullie als club hier in dit stadion daar zelf voor gezet worden om dit probleem op te lossen. Daarvoor hebben we, dacht ik, toch gewoon de politie en die dient dit gewoon op te lossen in dat stadion. Dan maar met elkaar. Ik begrijp dat je wel overleg met elkaar hebt, dat je hier ook boven kennelijk met elkaar op zo'n moment dan zit te overleggen. Daar is maar één oplossing voor bij dit soort jongens. Die luisteren nergens anders naar dan gewoon de Herman dat die er even flink tegenaan gaat. En dan maar een probleem, dan maar een deel van het stadion wat ontruimd moet worden. Maar dit kan niet aan jullie worden toegedacht. Dat blijkt ook wel. Ik vind ook dat de burgemeester daar te makkelijk in omgaat om het probleem
dan iedere keer maar weer bij de club neer te leggen. Dit is toch gewoon dit zijn harde criminelen. En die moeten, dat is maar één oplossing, daar zijn de macht die wij daar in Nederland voor hebben afgestemd, en dat is de politie. Dat is de opmerking, maar ik hoop dat je het met me eens bent of dat je er iets over kunt zeggen. Want dit wordt volgend jaar natuurlijk, als we dat niet goed oplossen, weer een probleem. En het is ook een aanfluiting voor stad en ommeland. Hè? Want heel Nederland heeft nu Groningen, daar staan de aardbevingsproblematiek die we hier al hebben, nu ook geassocieerd aan dit probleem. En daar zijn we natuurlijk niet blij van. En daar moet ook toch de politiek, en zeker ook de burgemeester, zou daar toch nu een oplossing voor moeten vinden. En dat zal hard aangepakt moeten worden volgend jaar. Dat kan niet bij jou liggen. Nee, zo voor de ketenpartners, denk ik. Ja, maar wij moeten daar ook niet voor wegduiken, Luid. Omdat we kunnen ook nu zeggen als club zeggen, ja, dat het is een groter probleem dan het stadion. Dat vinden wij ook. Het is ook een maatschappelijk probleem. Er wordt ook gesproken over ondermijning. Dat is ook een maatschappelijk probleem. Alleen ook wij kunnen daarin helpen. Ook de politie daarin kan helpen. En ook de burgemeester en de gemeente kan daarin helpen. Wat niet helpt, is dat we bijvoorbeeld over elkaar gaan praten in de media of wat dan ook, maar we moeten met elkaar praten. In de overleggen gebeurt dat, maar uiteindelijk zal het ook moeten resulteren nu in de aanpak om uiteindelijk ervoor te zorgen dat dit wat tegen Ajax gebeurde, nooit meer gebeurde. En als het wel gebeurt, dat we inderdaad zo kordaat met z'n allen kunnen handelen, dat je daarna bijvoorbeeld wat ze in Alkmaar hebben gedaan, hè, want dat was 4 dagen later, ja, daar zaten er ineens, geloof ik, 50 in de cel. Dat zijn ook dingen die we daarin zouden kunnen doen. Maar het gaat met name om gezamenlijkheid. Dus ik zal ook nooit naar politie en burgemeester wijzen. Maar het gaat om met z'n drieën in die driehoek dat goed aanpakken. Iemand hier een vraag nog voor Strijen Wouter. Die problematiek met die bekertjes op het veld gooien. 1 bekertje op het veld gooien en dan staken bij wijze van spreken. Hebben jullie daar nog veel contact over met de KNVB? Want soms is het te gek natuurlijk. Ja, daar hebben we zeker contact over met de KNVB. Ook om dat na de competitie weer te kijken van met name de straffen die we eraan hangen. Of die ook dan passen. We hadden ook natuurlijk dat gevoel tegen NEC was daar niks aan de hand. Ik vond zelfs dat wij goed in de wedstrijd zaten. En er is echt een individu die beker gooit. Nou, die pakten we ook vrij snel. Die ging eruit. We hadden gewoon prima door kunnen spelen. Waar we ook onze ogen niet voor moeten sluiten is dat eigenlijk sinds de maatregelen er zijn, het gooien wel vele malen minder is geworden in alle voetbalstadions. Want uiteindelijk is dat natuurlijk ook geen normaal gedrag. Dus ik vind aan de ene kant wel goed dat we een harde, strakke lijn hebben ingezet. Aan de andere kant moeten we ook niet heel star zijn dat het alleen maar dit is en niets. Je ziet verandering, dat is goed. En nou kijken of we het kunnen fine-tunen om dat zo goed mogelijk te houden. Iemand anders een vraag op deze voorste rij? Ja, kom bij u. Wat mij dus verbaast is in feite van, er is wel veel versterking gekomen in de breedte voor de laatste linie, het middenveld, maar weinig versterking in de voorhoede. En juist goals maken, maak je ook punten. En dat heb ik jammer genoeg hier niet gezien. Versterkingen, zijkanten, de ballen naar voren. We hebben zo'n geweldige spits. Is niet gekomen. En dan denk ik van, wat jammer. Aanvallers, Wouter. Ja, eens. Ik denk inderdaad dat we wel jongens hadden in de punt die doelpunten konden maken. Dat aan de buitenkant inderdaad mager is geweest. Ik vind persoonlijk, zeker, maar het is ook, het is ook wel fijn als je een spits hebt die goals maakt, dat je soms aan een wedstrijd aan 1 goal genoeg hebt. Dus als je mij eerlijk vraagt, is het probleem niet alleen de buitenspelers. Volgend jaar zullen we een opvolger voor Pepi moeten gaan zoeken. Maar we zullen ook stabiliteit achterin moeten gaan krijgen. Want de manier waarop wij goals weggeven. Vergeet het maar. En dat is verrekte jammer. Ja, het is veel makkelijker inderdaad als je kan vertrouwen op de nul spelen of op heel weinig kansen weggeven. Want dan hoef je ook minder te scoren. Dat klopt inderdaad. Iemand anders nog een vraag over hier, voetbal of andere dingen? Om die kant op. Wie? Een hand? Wie? Hoi, ik ben Fokko Haats. Ik kom sinds 1964 in het stadion. Eerst Oosterpark en nu hier. Ik heb een vraag. De mevrouw daar had al een vraag gesteld die ik ook wil stellen. Ik heb een vraag over de verkoop van de seizoenkaart die morgen gaat starten. Is er een mogelijkheid om
de seizoenkaartprijzen van het afgelopen seizoen te handhaven, als je dat wilt, en de keuze voor een lager tarief, wat jullie voorstellen. En ik heb een vraag over de seizoenkaarten. Hoe groot is de kans dat er seizoenkaarten worden geleverd waar een pasfoto op komt te staan? Een van de acties van de, of een van de wensen van de burgemeester? Eén is, ja, dat vind ik een mooi gebaar. Maar wij hebben wel gekozen voor uiteindelijk een structurele prijsverlaging voor iedereen. Omdat we ook vinden dat het niveau waarop we volgend jaar acteren niet de prijs rechtvaardig, zeg maar, die wij ervoor vragen nu op dit moment. Er zijn natuurlijk allerlei andere manieren om wel de club te ondersteunen. Dus alleen die suggestie vind ik al geweldig. Dat stuk wat in de krant heeft gestaan afgelopen zaterdag. Ik heb daar vandaag nog met de gemeente over gezeten. Ja, dat is nog steeds heel suggestief. En het is uiteindelijk als een soort waarheid opgenomen. Maar het zijn een aantal potentiële zaken die eventueel kunnen gebeuren. Hè. Wat we gewoon hebben afgesproken met elkaar. Het is ook goed dat de mensen van de media die hier aanwezig zijn dat misschien een keer nog overnemen. Is dat we uiteindelijk het onderzoek afwachten. En de aanbevelingen uit het onderzoek, die zullen wij gaan doorvoeren. En wij willen allemaal hetzelfde, is dat we een zo veilig mogelijke wedstrijd kunnen gaan organiseren. En mensen die zich misdragen, dat we die zo lang mogelijk eruit kunnen halen. Maar het is wel belangrijk dat we eerst de resultaten van het onafhankelijk onderzoek afwachten. Want als we nu allemaal suggesties gaan doen, dan hoeven we ook geen onderzoek te doen. Dan zou dat zonde zijn van tijd en geld wat we erin steken. Nog een vraag? Iemand? Ja, ik zie een hand. Ja, ik heb eigenlijk meer een mededeling in plaats van een vraag. Je had in een interview aangegeven dat je de spelersgroep wou behouden. Maar ik ben alle vertrouwen ben ik erin kwijt. En die spelers, het interesseert ze helemaal niks. Lijkt het op. Ze hebben absoluut niet alles eraan gedaan om dit te voorkomen, vind ik. En voor mij mogen ook zeker wel de helft mag zeker weg. Ja, ik ga toch reageren erop, ook al dat het geen vraag is. Ik denk dat de nuance je moet zien is inderdaad, er zullen veel spelers gaan vertrekken. Dus wat we gaan doen, we hebben een aantal huurlingen, hadden we ook een aantal opties op. Die zullen we eigenlijk niet gaan lichten. Daarin gaan we ook doorselecteren aan de onderkanten van de selectie. Dus een aantal jongens hebben al te horen gekregen dat ze volgend jaar mogen uitzien naar een nieuwe club. Maar er zijn ook een aantal jongens waarvan wij denken dat ze wel degelijk van waarde kunnen zijn volgend jaar, waar misschien wel interesse in gaat komen. En dat bedoelden we aan te geven, is dat niet zomaar, ik wil niet in de keukenkampioendivisie spelen of ik heb andere ambities, dat dan betekent dat we daarin mee gaan werken. Wij hebben als club ook onze eigen ambities. Wij moeten ook verantwoording uiteindelijk afleggen aan supporters. Wij moeten terugkomen in één jaar en dan kan het niet zijn dat we onze beste spelers zomaar laten gaan. Dat bedoelden we aan te geven. Die zullen we, daar gaan we alles aan doen om die te gaan behouden. En dat elftal moet versterkt gaan worden. Want het zou ook heel naïef zijn om te denken dat we met deze selectie zomaar gaan promoveren. Ik denk dat namelijk niet. Zijn hiervoor nog vragen? Ja. Ik zie daar een hand en een vinger. Hoi. Straks spelen we dus helaas in de keukenkampioen-divisie. Wij hebben een zoon van 9. Die wil heel graag wel naar voetbal. Ja. Wat wordt de voorkeursdag? Komt er misschien ook nog zondag? Met betrekking tot om 12 uur? Ik heb een zoon van 10, dus hetzelfde probleem. Want die zit het liefst ook altijd op de tribune. Ja, dat is vervelend, want de meeste wedstrijden zullen gewoon uiteindelijk op vrijdagavond worden gespeeld. De maandagavonden, dat kan ook. Hè. Je krijgt als club in de keukenkampioendivisie de keuze om bijvoorbeeld met interland weekenden niet te spelen. Wij zullen dat niet gaan doen omdat wij veel jongens hebben die international zijn en je moet ze verplicht afstaan. Dus als wij wel gaan spelen, speel je met een half team. Die wedstrijden die zullen ook vervelend, vind ik helemaal waardeloos tijdstip, naar maandagavond gaan. Dat zijn 4 interlandweekenden, dus ervan uitgaan dat we 2 keer uit, 2 keer thuis spelen, zullen we ook wel 2 keer op maandag spelen. Er is wel ruimte om af en toe een wedstrijd op zaterdag of zondag te spelen. Dus alles wat we kunnen pakken om dat te doen, ook om de jonge supporter hier binnen te krijgen, zullen we absoluut aangrijpen en ook gaan proberen om dat te gaan doen. Dankjewel. Ik zie nog een hand inderdaad. Ja, ik ben Ivo. Ik had een vraag, want je zegt we moeten vertrouwen hebben in een nieuwe 5-eenheid. Maar één van die 5, en dat is dan langere, die heeft de halve eredivisie benaderd om het zinkende schip te verlaten. En als dan krijgt hij een promotie naar deze 5. Waarom moeten wij daarop vertrouwen? Ja,
Ik denk dat je daar wel enige nuance in moet aanbrengen. Ik ken ook de verhalen daarin. En ik heb ook wat gevonden bijvoorbeeld van de blogs die Art heeft gepubliceerd. Ik weet ook dat het een thema is. Daar zijn we ook mee gestopt. Uiteindelijk vind ik het niet erg als hier iemand zit die ambitie heeft om stappen te maken. Laat dat duidelijk zijn. Wel als die ambitie komt voor het clubbelang. Dus uiteindelijk als we met z'n allen als club beter gaan doen. En ik denk dat Art daar een belangrijke rol in kan spelen. Dan zou het prima zijn als hij over 3 of 4 jaar zegt van nou, ik wil weer ergens anders gaan kijken. Ik ga daar en daar naartoe. Dan moeten wij het zo goed voor elkaar hebben dat we dat kunnen vervangen. Ik denk dat beeld wat je schetst niet helemaal klopt. Ik denk wel dat Art altijd ambitie heeft en stappen zal willen maken. Maar ik denk dat wij heel blij moeten zijn dat we die op die positie kunnen zetten. Althans, dat vind ik. Hiervoorin nog een vraag, toevallig. Ja, ik kom zo nog die kant op, Sjoerd. Ik heb een vraag voor de heer Gurre. Kan er misschien voor aankomend seizoen nagedacht worden over een verplichte identiteitscontrole bij de ingang van het stadion? Afgelopen 3 weken geleden ben ik bij een wedstrijd van PSG geweest. En daar is het normaal om je ID-kaart te laten zien. En nu is mijn vraag aan u waarom dat ook niet hier kan bij de FC. Nou, ook dat zou een suggestie kunnen zijn die uiteindelijk vanuit het onderzoek zou kunnen komen. Ik ben in Italië is dat bijvoorbeeld ook gebruikelijk. Maar wat ik net ook al tegen die meneer zei, is dat we uiteindelijk wel de uitkomsten van het onderzoek gaan afwachten. En waar je altijd in balanceert, is je wil aan de ene kant wil je als club, hoe gek het misschien ook nu klinkt, ook wel gastvrij zijn. Als je hier met je vrienden of met je kinderen, met opa en oma naar het stadion gaat en je moet 24 controles door langs honden, langs hekken. Ja, dan denk je op een gegeven moment ook, waar zijn we aan begonnen? Overdrijf ik het nu een beetje. Maar uiteindelijk moet de veiligheid wel de aandacht krijgen. En wat ik zei, alles wat uit onderzoeken zal blijken, wat realistisch is, wat wij goed vinden passen om uiteindelijk de veiligheid te bevorderen. Maar ook wel uiteindelijk te kijken naar de belangen van onze supporters. Daar zullen we serieus naar kijken en indien mogelijk zullen we het ook doorvoeren. Ik zag nog een hand hier vooraan, hè? Ja. Hallo, ik ben Cor. Ik had een vraagje, of ik stoorde me gigantisch. De laatste competitiewedstrijd, gewoon de spelers die gewoon weg willen, omdat ze niet een stapje lager wil voetballen. En nu is mijn vraag van, ik hoorde vorige week dat op RTV Noord, dat Jetro Willems eventueel een gesprek wil om volgend seizoen te blijven. Hoe staat het club daar tegenover? Nou, daar staat de club ook wel positief tegenover. Alleen de signalen, zeg maar, die zijn iets wisselender die ik krijg, zeg maar, dan in het interview werd gesuggereerd. Dus, maar het mag niet voor niks zijn dat wij Jetro hier naartoe hebben gehaald. Iedereen kan zien dat het een goede voetballer is. Iedereen kan ook zien dat hij nog stappen moet maken in zijn fitheid. Maar uiteindelijk gaan we achterin ook wel op zoek naar een stuk stabiliteit. Ik wil niet altijd praten over ervaring, maar wel als we dan Tijmen Blokzijl opstellen, is het ook fijn dat daarnaast iemand staat die hem kan helpen. Nou, Jetro zou zo'n jongen inderdaad kunnen zijn. Alleen, hij werd een beetje gesuggereerd of wij niks deden of niet kwamen. Nou, dat ligt iets meer in het midden. En dan moet ik het een beetje diplomatiek zeggen, sorry. Ja. Wout, je zegt nu 2 keer van we moeten de uitkomsten van het onderzoek afwachten. En als er dan aanbevelingen uitkomen dan, en we kunnen ze uitvoeren, dan moeten we ze overnemen. Volgende week begint de seizoenkaartcampagne op bepaalde voorwaarden, op bepaalde verwachtingen. De uitkomsten van dat onderzoek kunnen een heel ander beeld schetsen. Of misschien dat er, even heel lelijk gedacht, dat de gemeente zegt van joh, dit komt eruit. We willen dat je naar aanleiding van het onderzoek dit doorvoert. En dat strookt niet met het beleid wat Groningen wil voeren. Wat dan? Nou, dan ga je waarschijnlijk een discussie krijgen. Maar Sjoerd-Jan, jij zit gelukkig ook bij de overleggen die we allemaal hebben. Ik hoop dat je daar ook een beetje op vertrouwt. Is dat we uiteindelijk ook die dingen die gaan veranderen, dat we die gaan bespreken met elkaar of het past. En dan kan het ook wel zijn dat wij denken, ja, dat jullie het niet met ons eens zijn, dat we het toch doen. Maar volgens mij zijn we altijd zo redelijk geweest als dan een heel ander beeld bestaat. Ik noem maar, stel we zouden op een hele andere manier de wedstrijd gaan beleven. Ja, dan zouden wij wel gek zijn als wij dan niet onze trouwe supporters dan niet de mogelijkheid zouden geven om alsnog bijvoorbeeld af te zien of de mogelijkheid te geven van. Alleen,
Er moet niet de suggestie gewekt worden dat de gemeente hier in zijn eentje uiteindelijk gaat bepalen. De gemeente gaat de vergunning bepalen, maar die snapt ook echt wel dat wij een groter belang hebben dan alleen veiligheid. We moeten ook hier mensen binnen hebben. Mensen moeten naar het voetballen kunnen, er moet een sfeer komen. Die moeten kunnen eten en drinken. Dat moet het avondje uit zijn. Alleen moet allemaal in balans zijn. Dus ik heb daar wel vertrouwen in dat het niet een onderzoek is van dit kan je slikken. En dat moet gewoon gebeuren. Dat zal in overleg gaan. Ik heb ook wel vertrouwen in de club en het overleg. Ik heb alleen wat minder vertrouwen in de meewerkendheid en de buigzaamheid van de gemeente. En daarom stel ik die vraag. Het is niet om dingen op de spits te drijven of wat dan ook. Alleen het enige wat je vanuit de kant van de gemeente hoort, is veiligheid. En de enige moment dat ze wat vinden, is als er een incident plaatsvindt. Alle positieve dingen rond de club, die er ook zijn, dat wordt voor lief genomen, dat is normaal en dat is verder. En voor de rest hebben we alleen maar gedonder en gezeik als er wat gebeurt. We hebben kennelijk halverwege vorig jaar de Martini-torenbaan in de fik gestoken op de Grote Markt. Dus weet je, ik heb daar niet zoveel vertrouwen in op die manier. Dank voor je opmerking. Nog tot slot was dat, denk ik. John, nog even. Ik had je net niet herkend met je baard. Ja, ik word ouder, hè. Dus, ik wil nog even over die supporters. Weet je, alles is gebaseerd op angst. En angstbeelden. En angstbeelden gecreëerd door eigenlijk een relatief kleine groep. Ik loop al jaren mee. Ik heb het zo vaak gezien. En daar wordt dan weer op geacteerd door derde, vierde. We hebben voor jaren geleden hadden wij begeleiding van oud-hooligans met de jongere hooligans. De uitwedstrijden liep voortreffelijk. Daar werden die oud-hooligans, kregen een kleine vergoeding voor. Alleen de betaling ging naar een hele harde kern in de drugswereld. En daar moesten die jongens hun geld weghalen. De gemeente begreep het niet. Ik heb bij een burgemeester gezeten die zei tegen mij van John, jij weet alle namen van de jongens, kun je mij die geven? En zit je daar aan tafel? Ik keek hem aan, ik zei, wat verwacht je nou? Hij zei, ik wil de politie een beetje scherp krijgen. Ik zei, dat is jouw werk. Ik zei, maar je gaat nou de politiek in en dan wil je mij voor gebruiken op een gegeven moment. Ik zei, je schaam je diep. Het is allemaal gebaseerd op angst. Die jongens die hier zo bezig zijn, die zijn maar met één ding bezig, dat de stadion leeg is, interesseert ze helemaal geen flikker, helemaal niks. Maar wat ze wel interesseert, is dat ze de volgende dag in de media staan met zulke verhalen. Die knippen ze uit en die plakken ze weer bij een dingetje. En tof. Dat is het wereldje. En de enigste die dat moet voorkomen, dat is die burgemeester en dat is het gemeentehuis daar zo. Je kan niet verwachten dat hier mensen vrijwilligerswerk doen. Die hiervoor staan, dat die ingrijpen. Je kan niet verwachten dat er iemand van de rollieszijde op staat en zegt van ik grijp in. Je kan niet verwachten van de mensen die daar boven zitten met een zoontje en daarheen gaan en zeggen van ik grijp in. Ik vind wel, en dat zagen jullie ook, ze zaten daar onder plastic en je loopt al zo lang mee. Er gaat wat gebeuren, kun je al verwachten. Kun je verwachten. Dat heb ik ze zo vaak gezien. Plastic eroverheen of wat dan ook, er gaat wat gebeuren. Dan moet die ME of dan moet de politie daar staan en keihard aanpakken gewoon. Dat is het spel. Wat er nu gebeurd is, dat 20.000 mensen hier een stadionverbod hebben gehad van 3 wedstrijden. Dat is het tegenovergestelde. Omdat je angst is, er is machteloosheid. Jullie zijn ook angstig voor die mensen. In de tijd van Nijland waren ze ook schijten benauwd voor die mensen. En in de gemeentehuis idem dito. Ik snap dat nog wel. Als je angst uitstraalt, los je niks op. Ook volgend jaar niet, met netten, met een pasfoto, met wat dan ook. Het enige wat jullie nu doen met de gemeente en wat de gemeente wil, is het stadion zo afsluiten dat iedereen hier zo veilig kan zitten. Maar je jaagt de supporters weg. En er zijn weer die jongens, die paar jongens die daar zitten, en dan praat je misschien over 20 man, die lachen en die gaan weer naar huis. Die gaan s'avonds naar huis toe en die zeggen, nou, ik heb een feest gehad gisteren. En die gaan de volgende dag weer in de krant kijken en zeggen, hey, we staan er weer bij. Je moet het gewoon eerlijk bekijken. Gooi die angst aan de kant. Dankjewel. John Volksma, heb je die vraag al een paar keer? Ja, statement.
Wouter heeft daar zojuist ook al een paar keer het antwoord op gegeven, denk Wouter. Ja, wat je nog kan schetsen, Wouter, is eventueel als zo'n doek omhoog gaat, we zien dat allemaal. Je voelt je als supporter machteloos, want je wil het liefst wegtrekken. Precies, dat uw gevoel zegt dat ook. Maar wat wordt er dan besproken? Hoe gaat dat? Kan je dat nog één keer schetsen? Nou ja, uiteindelijk wat ik ook aan mevrouw probeerde uit te leggen. De keuze die is gemaakt is uiteindelijk dat we, als we daar gaan ingrijpen, dat het een massale vechtpartij gaat worden met alle gevolgen van dien. Wij hebben dat toen niet gedaan. John noemt dat angst. Ik denk ook inderdaad dat daar een stuk angst in zit. Daar geef ik je gelijk in, John. De vraag is wel of je op die manier met het schoonvegen van het vak het kan oplossen. Ik merk in ieder geval dat het in deze zaal op behoorlijk wat steun kan regelen. Mijn gevoel zegt wel, op het moment dat we dat hadden gedaan, hadden we misschien dat aangepakt. Maar dan denk ik wel dat we ook nu vandaag de discussie en de vraag hadden gehad over alle gevolgen van dien en alle klappen die er zijn uitgedeeld aan alle kinderen die een massale vechtpartij hebben gezien met bebloede mensen. Ja, dat was de afweging uiteindelijk. Wij hebben die keuze niet gemaakt omdat we in ieder geval dachten, wat er ook gebeurt, zij willen sowieso dat gestaakt wordt. En laten proberen zo min mogelijk slachtoffers te hebben. Dat is niet goed, want dat betekent dus uiteindelijk dat zij de macht hebben uiteindelijk in een stadion om zulke dingen te gaan doen. Ja, maar dat wisten wij ook. En geloof me, we hebben de plafondplaten overal weggehaald om te kijken of daar spullen lagen. Maar mensen stoppen het in hun schoenzolen, stoppen het op plekken. Wij fouilleren bijvoorbeeld geen kinderen onder de 12. Ja, zeg maar, tegenwoordig is de maatschappij misschien wel zo gek geworden dat ze hem ook bij kinderen in hun zakken meestoppen om die naar binnen te halen. Moeten we dat ook gaan veranderen? Nogmaals, al die dingen zullen we gaan bekijken in dat onderzoek en we zullen daarin dingen moeten gaan aanpassen. Maar wij waren ook niet doof voor die geluiden, echt niet. Heb je hier nog een vraag? Ja, ik ben een beetje verbaasd over een reactie van je zojuist over de samenstelling van de selectie voor volgend jaar. Waarin je zegt, tuurlijk laten we niet iedereen gaan die zegt, ja, ik wil niet in de divisie lager spelen. Ik denk, als iemand niet wil, sodemiet erop. Dan heb je hier gewoon helemaal niks te zoeken. Ik weet niet hoe je daar tegenaan kijkt. Nee, daar kijk ik wat genuanceerder tegenaan. Ik snap wel het gevoel. Ik heb me ook geïrriteerd aan een speler die 1 minuut na de wedstrijd tegen Sparta riep dat hij niet in de keukenkampioendivisie ging spelen. We zijn er allemaal bij geweest. Ik, hij ook. En daarin een stukje nederigheid is volgens mij op zijn plaats. Alleen ja, je moet ook begrijpen dat ook bij spelers, en ondanks dat ze misschien aan jullie het gevoel hebben gegeven dat ze niet alles aan hebben gedaan, ook een stuk teleurstelling zit over het verloop van hun carrière. Dat er ook jongens misschien op hun eigen manier enorm balen van degradatie. En dat er ook jongens, misschien is Duarte daar wel het mooiste voorbeeld van, nog wel heel veel beter kunnen of hier hebben laten zien. En ik denk dat een jongen als Laros, die ook echt niet de ambitie heeft om in de keukenkampioendivisie te spelen, wel volgend jaar keihard nodig hebben om uiteindelijk goed aan het voetballen te gaan komen. Die kan verschil maken, kan goals maken. Dus ik vind wel dat we ook altijd zo vanuit clubbelang ernaar moeten kijken. Ik snap je gevoel en ik snap dat het heel erg pijn doet als iemand zeker zo kort na een wedstrijd roept, daar wil ik niet voetballen. Alleen ja, daar zullen we altijd wel ook vanuit clubbelang naar blijven kijken. Ik in ieder geval wel. Maar dan ben ik wel benieuwd hoe je dat dan aanvliegt met zo'n speler. Ja. Volgens mij zijn er meerdere spelers die er zo in staan. Zeker, dat ze niet de enige zijn. Ik ben daarin zo duidelijk als ik nu tegen jou ben. Daar ben ik ook al geweest. Hè. Uiteindelijk hebben allemaal jongens altijd ambitie. Dat is ook hartstikke goed. Iedereen weet ook dat die ambitie makkelijker was geweest als we in de Eredivisie waren gebleven. En dat we in de keukenkampioendivisie dat het veel moeilijker gaat worden. Omdat het clubbelang nog 3 keer zo dubbel hard gaat tellen als dat het al deed in de Eredivisie. En dat betekent heel simpel, ik kan die boodschap verkondigen. Je kan nooit een deur helemaal dicht doen. Maar de eerlijke boodschap is wel dat het heel lastig zou worden om zomaar weg te gaan komen. Als wij vinden dat er nog een hele belangrijke rol in het elftal is. We hebben nog ongeveer 5 minuten. Wie voor de laatste vragen? Ik kom zo bij als het goed Richard zit. Hier ook nog aan de voorkant. Ja. Nou, ik heb nog wel een vraag. Het is misschien wat vroeg hoor. Maar goed, ik zit het liefst in een uitvak. Afgelopen seizoen ook een paar keer in een thuisvak. Want ik ga niet overal met de bus heen. Wat helaas wel moest door meermaals besproken meneer Schuiling. Maar hebben jullie al enig idee wat het komend seizoen zal zijn of perspectief over uit te strijden beleid? Nee, ook dat zou uiteindelijk onderdeel zijn van hoe we volgend jaar naar veiligheid gaan kijken. Zo kijkt ook de gemeente naar dat ook
een reeks van incidenten zijn geweest, karbeens zijn of niet. Ik vat het even kort samen. Maar daar hebben ze ook gekeken naar uiteindelijk de uitwedstrijden. Ik denk dat wij ons zeker, hoe zeg je dat netjes, dat wij belemmerd zijn geweest in het bezoeken van de laatste uitwedstrijden, dat er dingen zijn gebeurd. Daar duik ik ook niet voor weg, maar denk als je kijkt hoe wij de wedstrijden waar we wel met publiek de tweede seizoen zelf naartoe mochten, hebben moeten beleven, draagt dat niet bij aan een, aan volgens mij de optimale beleving zoals je dat graag zou zien als uitsupporter. Dus dat is voor ons net zo'n belangrijk onderwerp als hoe we dat hier thuis doen. Ja, ik had even een vraag over de aankopen zoals Florian Kruger, Paulus Abraham, Thomas Soeslof, Isaac Mehta, Irandust. Het zijn allemaal hartstikke talentvolle spelers, maar er wordt steeds gewisseld van positie. Kruger zegt zelf dat hij een links buiten is of links spits. Wordt hij vaak in de spits opgesteld, met linksback of linksbuiten. Gaat FC Groningen iets doen aan het transferbeleid, zodat spelers een duidelijke positie hebben in hun team, waardoor ze meer uit hunzelf kunnen halen en waardoor het rendement groter wordt? Nou, dat is onderdeel, dat heb ik net geprobeerd uit te leggen. Als je kijkt naar de compositie van een elftal, is dat je uiteindelijk spelers ook op de plekken gaat neerzetten waar ze het beste renderen. Dat is voor die spelers fijn, maar je moet ook kijken naar wat voor type speler dan waar staat. Als je het hebt over Mette, en stel, die zou volgend jaar linksback spelen, dan is het handig dat er naast hem en voor hem iemand staat die stabiel is, die zorgt voor uiteindelijk dat die jongen ook zich kan ontwikkelen. Hè. Die zal aanvallend heeft hij meer kwaliteiten dan verdedigend. Dat heeft iedereen ook kunnen zien dit seizoen. Daar zou je mee moeten ontwikkelen en ook helpen. Maar dat maakt daar wel onderdeel van uit. En wat we dus moeten voorkomen is dat je dan op de plekken naast hem ook jongens hebt staan die ook nog bezig zijn met zichzelf. Dat is uiteindelijk ook onderdeel van, zoals wij dat noemen, compositie of makkelijkere woorden, een team bouwen. Dus dat heeft zeker alle aandacht. Hier voorin, we gaan richting de laatste vragen. Ja, ik vroeg me af, Ajax thuis nog even één keer. Jullie hadden niet, jullie wouden niet ingrijpen. Alleen, waarom hebben jullie niet besloten om wel gewoon door te voetballen? Ik bedoel, op een gegeven moment raken die rookpotten ook op. Je trapt ze aan de kant en het zijn geen handgranaten of zo. Ik bedoel, Nee, gelukkig waren het geen handgranaten inderdaad. Dat waren de regels. Hè. Dus de regels zijn uiteindelijk nadat Klaassen die aansteker op zijn hoofd heeft gekregen bij Feyenoord Ajax, zijn de dag daarna de regels verscherpt. Dat op het moment dat je een voorwerp op het veld gooit, je raakt niemand, dan wordt het één keer gestaakt. Gebeurt het daarna nog een keer, wordt het definitief gestaakt. Dat gebeurde hier. Ja, op het laatst inderdaad. Dat was in de 93e minuut. Wat altijd kan gebeuren, daar ging ik naartoe. Is het dan, wij gaan dan de scheidsrechterskleedkamer in. Komt onze veiligheidsorganisatie. Dan zoekt de scheidsrechter contact met de KNVB. Maar degene die uiteindelijk altijd de laatste call geeft, en dat gebeurde in Utrecht in die 93e minuut, is de burgemeester. Dus de burgemeester zegt dan staken of niet staken. Nou, hier zaten we toen in de 9e minuut. Daar was ook het gevoel dat het niet ging ophouden. Gelukkig geen handgranaten. Maar uiteindelijk was het doel de wedstrijd staken. De regels die waren ook duidelijk, hoe pijnlijk ook. Vooral voor alle mensen die in het stadion zaten. En dus was het staken. Een allerlaatste vraag, dan gaan we afronden. Twee. Nou ja, nog even over dat wat er bij Ajax gebeurde. Jullie zitten in het hoofdkwartier daarboven. Overal zijn camera's. Iedereen, jullie zien allemaal. Jij weet wie ik ben, waar ik zit. Alles. Iedereen weet van alles van iedereen. En ondertussen zijn er 14 die de heleboel verstieren. En die pak je er niet uit. Dat weet je niet, toch? Kijk, uiteindelijk wat er Nee, wat er daarna natuurlijk gebeurt is dat de beelden teruggekeken gaan worden. En dat je uiteindelijk aan de hand van die wedstrijd gaan natuurlijk stadionverboden en boetes uitgedeeld worden. We gaan de schade proberen te verhalen. We hebben aangifte gedaan omdat het veld vernield was. Dan kan je ook strafrechtelijk zeg maar een vervolgstap opnemen. Dus dat hebben we allemaal wel gedaan. Op het moment nu hier, ja, die zijn waarschijnlijk naar buiten gelopen. Maar dat betekent niet dat er geen gevolgen aan zitten. Wij kunnen redelijk goed kijken op de camera's wie dat zijn. Laatste vraag hier, was er ergens, hè? Nee, zaten geen Belgen bij. Ja,
Ja, meer een oproep aan de pers. Ik heb wel afgelopen seizoen doodgeërgerd aan de manier waarop de pers in het noorden gepubliceerd heeft en geschreven heeft over FC Groningen. Of ze dan gelijk hebben of niet, het doet allemaal heel veel pijn bij ons als supporters. Maar ik zou de pers op willen roepen iets minder negatief te gaan schrijven over FC Groningen. Ook de komende tijd om een beetje wat meer positivisme te laten doorklinken in de pers. We hebben niet betaald voor deze vraag, hoor. Dan gaan we hem langzaam afronden, Wouter. Wat kunnen de mensen de komende weken verwachten? Wanneer staat bijvoorbeeld de eerste training op het programma onder leiding van Dick Lukien? Die zal op 1 juli zijn. Spelers melden zich een paar dagen eerder voor testen en andere soorten trainingen. Ja, wat ik hoop, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar wat ik ook vanavond proef... Ja, hoe teleurgesteld ook iedereen is. Ergens zal er een streep ondergezet moeten gaan worden. Wij hebben hier zelf gezegd, dat is vanaf morgen. We gaan de Q&A's afronden. Ik hoop dat heel veel van jullie, wat er ook gebeurt, de schouders eronder gaan zetten. Wat wij gaan doen, is het vertrouwen wat wij geschaad hebben, proberen te herwinnen. Dat proberen we de aankomende weken ook met positief nieuws, waardoor jullie ook hopelijk weer vertrouwen gaan krijgen in het elftal, in de staf. En uiteindelijk alle mensen die ook echt willen dat FC Groningen in ieder geval weer terug gaat naar de Eredivisie en meer terug gaan krijgen. En ik hoop dat wij daarin desondanks of ondanks dit ongelooflijke klote seizoen wel op jullie steun kunnen rekenen. En ik wil je in ieder geval bedanken voor jullie aanwezigheid vandaag. Want ik had best wel wat zenuwen in mijn buik zitten, zeg ik heel eerlijk. Maar ik waardeer het wel enorm dat iedereen is gekomen. Dank jullie wel. Bar. Volgens mij wordt er een dankje geserveerd aan de bar en kunnen jullie nog even napraten. Nogmaals bedankt voor jullie komst en voor de mensen thuis bedankt voor het kijken.